Leuk zeg. Beetje mijn huisverandering. Ik ga het nu even in elkaar zetten en dan ga ik dit uitproberen. Dat is voor cellulitis. Ik ben benieuwd. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata. Iemand nog tips heeft voor een nieuwe serie wat een beetje daarop lijkt? Let me know. Want ik hou van dat soort series. Wij zijn echt stom. Oh mijn god. Ik kan niet decoreren. Dat ben ik echt niet. Nee, ik kan ook echt niet decoreren. Kijk dit. Waarom doe ik dit niet? Ik hoop dat jij dit ziet. En ik wil niet vervelend zijn. Kan ik even in je leven zijn? Hi jongens, welkom bij een nieuwe video. Willen jullie even lachen? Godverdomme, ding is echt een beetje meer zo. Ik ben echt zo erg op dit moment met mijn serie. Oh my god, oh. Ik heb het nu ook aanstaan terwijl ik me opmaak. Kijk maar. En ik heb letterlijk... Oh ja, dit is trouwens een nieuwe vlog. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd. Maar, shit, ik moet even dit hier hebben. Zo, nou, dan maar zo. Ja, dit is dus een nieuwe vlog. Dus welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb letterlijk vannacht... Het is nu zaterdag. Ik heb vannacht tot... Ik kan niet eens praten, want ik alleen maar wil kijken. Dat is echt heel heftig. Tot 4:30 heb ik de serie gekeken. En het is nu al 3:00. En ik heb letterlijk gedoucht met mijn laptop bij de badkamer. Ik heb heel de ochtend gekeken. En ik blijf maar kijken en ik kan niet stoppen. Alleen nu ben ik dus echt... Zo hard te laten aan het komen. Want. Ik moest dus nog even deze vlog beginnen. En ik moet nu snel verf uitkiezen. Want ik ga deze hele muur laten verven. En mijn gang een andere kleur. Dus ik rijd nu naar Amstelveen. Om dat even te regelen. En daarna moet ik werken. En. Ik moet opschieten. Maar oh mijn god. Ik zweer het je, jullie moeten echt, voor de mensen die nog niet aan deze serie zijn begonnen, doe het niet, want je slaapt niet. Ik vind het echt de beste serie echt ooit. Het staat echt in mijn top 3. Van mijn andere, willen jullie weten wat mijn andere lievelingsseries zijn geweest altijd? Revenge vond ik ook zo goed. En hoe heet het? Gossip Girl vond ik vroeger ook zo leuk, maar even kijken, wat vond ik nou nog meer zo'n goede serie? Oh ja, Mar del Plastico. Ik zweer het je, ik hou echt van die series dat je denkt... Oh mijn god! Geloof niet wat ze zegt, want het is niet waar, weet je wel. Helemaal dat mindfuck-achtige shit. Oké. Okay. Dat is trouwens vandaag de gate breed. Dat was ik even vergeten. Oké, okay. Dit stukje moet ik even zien, jongens. Oké. Okay. Zijn er bij de kleuren ding. Wat heb ik nou gekozen? Real grijs. Real grijs. Deze kleur. Want dat ziet er dan weer hier. Anders uit. Weer anders uit. Zo. Zo lijkt het weer een beetje grijzig bruin. Nou ja, in ieder geval. Dat gaat dus nu op mijn gang. En op de muur waar mijn tv hangt komen. Ik ben benieuwd. En we gaan je maandag beginnen, toch? Ja. Of dinsdag? Leuk zeg. Beetje mijn huisverandering. Leuk, leuk. We kunnen ook gewoon... Ik heb gewoon een keer met Kelly zelf mijn gang geverfd. En toen hebben we gewoon letterlijk oud roze. Zoiets. Praat je niet tegen mij? Nee, ik praat tegen mijn telefoon. Zo, ik heb alles al gedaan en ik ga nu eten. En dan ga ik nog even snel weer verder kijken met mijn serie. Wat eten we vandaag? Dat ga ik jullie even laten zien. Ik ben wel echt heel goed bezig trouwens. Voor hoe lang het is, weet ik niet. Ik blijf het jullie ook steeds opnieuw vertellen. Maar dat maakt niet uit, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Dus ik ben heel gezond aan het eten. Kijk, een tonijn steekje of een beetje van noedels. En nog even wat. Ja,
1 september. Ik kan jullie alleen nu niet de flyer laten zien. Maar dan moeten jullie even kijken op de La Brochette Instagram of op mijn Instagram. 1 september geven we de After Summer Party van Resto La Brochette. Dus dan komt Dries, Guido de Graaf, Danilo, Quincy komen zingen. En het is met eten. Het is wel staand, dus je kan geen tafel reserveren. Maar de tickets zijn nu verkrijgbaar online. Dus check het even in de link in mijn bio van Instagram of in die van de Brochette. Of op onze Facebookpagina. Het zou super leuk zijn als je erbij bent. Ik ga nu even eten en mijn serietje kijken. Goedenacht, dames en heren, jongens en meisjes. Willen jullie weten wat ik via AliExpress heb besteld? Dit ding. Dus. Ik ga het nu even in elkaar zetten en dan ga ik dit uitproberen. Dat is voor cellulitis. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Dit zit erin. Dus ik moet het in elkaar gaan zetten. Oh ja, trouwens. Ik zag dit dus op Instagram voorbij komen. En toen heb ik het dus op AliExpress gevonden. En het scheelt letterlijk echt heel veel geld. Hi. En het kostte €17 om precies te zijn. Via AliExpress. Nou, ik ben benieuwd. Dit. En dan heb je... Oh, kijk. Je hebt 2 verschillende maatjes. Een kleintje en een grote. Dus dit zet je zo erop. Denk ik. Ja. Hé. Hey. Het is heel makkelijk, jongens, dit. Hier laat hij in op. Kijk. Zo. En dan moet je dit ding weer hiermee opladen in het stopcontact. Nou, wat top. Oh mijn god, kijk. Er zit een batterij in. Oké, ik weet hoe het werkt, jongens. Even dit erop doen. Oké, ik heb het. Let op. Je doet hem dus aan. Wordt hij rood. En heb je hier een steller. Doe hem op je been. Let op. Dan doe je zo. En dan wacht. Kijk. Auw. Wajo. Maar hoe kan ik nu heen en weer rollen met dat ding? Goedemorgen, middag. Ik ben inmiddels bij Mirjam gearriveerd. Hallo Mirjam. Hallo. Ik heb een uitsmijtertje gegeten met ham. Ik drink nu een koffietje. Ik drink altijd latte met honing erin. Honing erin verwerkt. En Mer zegt dus dat ik dit moet gaan halen. Kijk. Dit is volledig proteïne. En er zit helemaal geen... Wat zat er nou niet in, Mer? Melk. Producten. Lactose, dat is melk, toch? Lactose free. Dus ik ga nu even hier naar de Albert Heijn. Dan ga ik boodschappen doen, ga ik dat gelijk halen. En ik ga daarna naar de Lion King met Mirjam en Jeffrey. Gezellig, 3D film kijken. Alles, you know, man. Dus ik heb ongeveer nu echt gewoon... Ik ben wit. Ik heb ogen staan die doen pijn omdat ik gewoon heel de dag serie kijk. En nu ga ik vanavond weer naar de film. Ik ben echt helemaal in mijn filmmood zijn. Al 5 weken niet uit geweest of zo. Gaat het goed, man? Geen kaartjes meer voor Bootsie. Geen kaartjes meer. Wel voor Mirjam. Kelly leeft in Duitsland. Mirjam is elke dag aan het werk. Ik ben elke dag aan het werk. We zijn echt helemaal volwassen aan het worden. Ja. Wat is er met ons aan de hand? Welcome to the real life. Hi Mirjam. Dit is het eten voor je voor de aankomende dagen. Dat is niet genoeg. Hoe lekker is dit? Yes. Volle ijskast. Gezellig. Ja. Het is ook arrogant.
ik sta met mijn wasgoten. Geruste haartjes in de lip. Kijk, en ik zei toch in mijn vorige vlog dat ik mijn buik had verbrand. Zie je, het is geen aanstelleritis, Mirjam en Jeffrey. Wil je je buik laten zien op de vlog? De stoel is ik heb mijn crop top aan van Nike. En we gaan lekker naar de film. Dus. Ik vind het altijd schande als ik in de lift sta aan mijn buren. Komen de lift in terwijl ik vlog. Dat haat ik. Verder heb ik niet zoveel te vertellen. Tot ziens. Disgust me. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Near my village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. With all its living things. Even lekker eten bij Bella Vista. Heel goed idee, hè? We zaten echt te denken, waar moeten we nou nog even snel een hapje eten, want hoe laat is het nu? 8 uur of zo? Bella Vista, goed. Frelly's? Nee, Bella Vista, lekker de man. Dames en heren, we zitten weer aan ons labroeskootje. Sorry Sophia, maar jouw tent is dicht. Anders had ik sowieso bij jou gegeten. Niet liggen. Nou ja, zeg. Lekker vertellen ook je. We zijn de enigen die binnen zitten. De rest zit allemaal buiten. Maar ik haat wespen. Good morning. Oké. Ik ben al heel de ochtend aan het strijken. Mijn polo's van de brochette. Want mijn vader werd dus kwaad op mij dat ik altijd ongestreken polo's heb. En het is zoveel werk als ik... Nou ja, ik kom eigenlijk altijd te laat als ik het dan even snel voor mijn werk doe. Dus ik dacht, weet je? Ik strijk nu gewoon in 1 keer 10 polo's. En dan hang ik het netjes. Kijk. Dit is al klaar, deze 4. Zo. En dan moet ik er nog even 3 of zo. En ik ben letterlijk al een uur bezig. Wat een pokkenwerk is strijken. Vooral met wit. Want weet je wat ik dan heb? Dan strijk ik. En dan strijk ik er zeg maar gewoon nog een kreukel in ook. Bloedirritant. Goedemorgen. Oké, ik moest eigenlijk sporten. Maar Sean die is ziek. Dus mijn lesje ging niet door vandaag. Niet dat ik dat heel erg vind of zo. Slecht, Pochi. Ik loop nu naar de zonnebank toe, want mijn moeder is daar ook. Dus ik dacht, ik loop even, want dan rijd ik daarna gelijk met haar mee. Want we gaan even naar het tuincentrum, het oosten. Binnert, die is nu bezig in mijn huis. Die hele muur wordt een andere kleur geschilderd. En dan ga ik even leuk, een beetje leuke accessoires halen, want het moest echt. Dus, want dat zeg ik ook alweer een half jaar. Ik zeg altijd dingen en ik doe het pas 3 jaar later. Dus dat zijn jullie inmiddels wel van mij gewend, denk ik. En, oh mijn god, ik moest echt onder de zonnebank. Mijn huid is dramatisch. Ja, en daarna moet ik gewoon werken en zo. Dus verder heb ik niet echt iets te melden. Oh jawel, ik heb wel iets te melden. Ik heb net de hele tijd gekeken of er ergens iets te vinden is van seizoen 3 van Vis à Vis. Maar alles is gewoon helemaal dat je zeg maar het niet mag zien. En dat ik echt moet wachten tot het 30 augustus is. En dan kan ik het op Netflix zien. Maar normaal heb je wel ergens van die illegale shit op internet. Nou, mooi niet. Dus ik heb alleen een Spaanse trailer gezien. Oh my god, ik kan gewoon niet wachten. Ik moet nu echt Casa de Papel gaan kijken, maar dat wil ik gewoon niet eens. Ik vind Vis à Vis echt de beste serie ooit die er is gemaakt. Nou, en Revenge. Dus als iemand nog tips heeft voor een nieuwe serie wat een beetje daarop lijkt, let me know. Want ik hou van dat soort series. Nou, mijn moeder die weet het ook allemaal niet. Mam. Zeg, hey, doe jij even normaal. Ja, ja. We hebben nu dit. Als ik iets zeg, dan zeg ik het is niet goed. En zij zegt dat hier kaarsen in moeten, maar ik denk bloemetjes. En dan welke kleur bloemetjes? Nee, kijk dan, dit vindt mijn moeder weer mooi. Kijk, mijn moeder houdt van dit soort dingen. Mam, we moeten nu mooie bloemetjes voor in die vaasjes hebben. Dit is echt, dit is echt moeilijk, man. Hier heb je nog allemaal vazen. Ik denk dat ik even een beetje bruine bloemetjes moet uitkiezen.
voor in zijn. Misschien zien we een voorbeeld. Wij zijn echt stom. Oh mijn god. Ik kan niet decoreren. Dat ben ik echt ik kan ook echt niet decoreren. Kijk, dit vind ik ook een mooie vaas. Ja, nee, dit is... Oh, is het allemaal zo duur? Kijk, je moet echt van die... Nou, ik meen het je echt. Daarom, jongen. Ik zeg altijd tegen Kelly, ga huis inrichten. Ik moet een tuin in je huis zetten. Mam, serieus? Of zo hier op tafel. Kijk. Dit is ook mooi. Je hebt hier veel, jongens. Wajo. Dit is echt bizar. Oké, ik ga nu echt even goed kijken. Want anders ben ik hier over 3 jaar nog. Kijk, zo mooi. Alles is beige. Wauw. Echt blij mee. En kijk, mijn accessoires. Helemaal leuk. Mijn nieuwe kussentjes. Ja. I like a lot. Dus nu is dat gewoon grijs. Zo mooi bij mijn keuken. En hier alles. Rem, bruin. En dan wil ik nog even die lampenkap. Dat is echt afschuwelijk. Zo. Ik ga nu onder de douche springen. En dan ga ik werken. Ik ga wel even deze vlog afsluiten, anders wordt die super lang. Dus bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Vergeet even niet een duimpje omhoog te doen. En dan zien jullie mij van de week weer. Doei!